Ik ben Nerissa Machena. Ik ben geboren op Curaçao. En ik ben verhalenvertelster en schrijfster. Waar ging het verhaal over dat u heeft verteld? Het verhaal heeft Companantie en het feest. En het is een verhaal dat ik zelf samen met mijn dochter heb geschreven. En het ging over sluwe Nancy weer. Die dacht slim te zijn. Hij ging zijn honger achterna, zullen we maar zeggen. En hij heeft in zijn huis van zijn neef, Pachi, alles opgegeten. Terwijl uiteindelijk het eten bedoeld was voor een feest wat zij in het geheim voor hem aan het organiseren was. Dus uiteindelijk heeft het lesje van hem was dat hij niet zomaar bij iemand anders het eten moet opeten. Wat ik net zei, ik heb samen met mijn dochter geschreven. Gewoon zomaar, gewoon feest en iets grappigs. Ja. Ja, of alleen of samen. Want op zich, ik vind de Companantie verhalen hartstikke leuk. En toen ik voor het eerst ging vertellen, heeft het mij geraakt. Want toen was ik ook op zoek gegaan van mijn oorsprong, zullen we maar zeggen. Hè? Van hé, waar komen die verhalen vandaan? En waar komen mijn ouders vandaan, mijn voorouders? En zo is van het ene begonnen. Ben ik ook met stamboomonderzoek begonnen en zo. En er komt dan heel veel in je los met zo'n verhaal. Wat je denkt, oh, simpel verhaal van Nancy. Maar het kan toch heel veel in je losmaken. In mijn geval in ieder geval. Zit Nancy in de familie? Nee. Ja, nee, die zit er niet. Nee. We zijn heel netjes opgevoed. Nee. Die zit er niet tussen, nee. Maar die mensen bestaan wel. Anansi mensen zijn er wel, hoor. Ja, die zijn er wel. Dankjewel.